En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Met blijdschap en met de Heilige Geest. Je zou kunnen lezen met blijdschap door de Heilige Geest. Zo kan je het ook lezen. We lezen nog een stuk om het duidelijker te maken. Romeinen 14, vers 17. Romeinen 14, vers 17. Zie hetzelfde, als het ware. Want het koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken. Dat is wat. Maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En weer blijdschap door de Heilige Geest. Rechtvaardiging, heid door de Heilige Geest. Vrede door de Heilige Geest. En blijdschap door de Heilige Geest. Dank u, Jezus. Dat is geweldig. Want blijdschap. En de preestleider begon vanmorgen met een lied over blijdschap. Blijdschap brengt genezing. En God is goed. Want genezing is in Gods plan. We lezen de Bijbel ook en we zingen dat lied ook. De vreugde des Heren is onze kracht. De blijdschap van de Heren. De blijdschap die we ontvangen van de Heren. Niet de blijdschap die we maken. Niet de blijdschap door omstandigheden. Maar het is ook een blijdschap door omstandigheden. Dat mensen blij kunnen zijn als dingen goed gaan. Maar dit gaat om de blijdschap des Heren. Een blijdschap ondanks de omstandigheden. Een blijdschap ook al zijn er moeilijkheden. Ook al lopen het niet zoals wij het willen. Dat is de blijdschap des Heren. Zegt de Bijbel, is onze kracht. Waarom onze kracht? Omdat het gaat blijdschap onder moeilijke omstandigheden. Heb je kracht nodig? Als het blijdschap was onder heerlijke omstandigheden, had je geen kracht nodig. Het kwam gewoon, het was er gewoon. Maar de blijdschap des Heeren is onze kracht. Is een blijdschap die we nodig hebben, de kracht van God, om die blijdschap te ervaren in ons leven. En zie je, door de genade van God kunnen mensen genezing ontvangen. En in de voordienst sprak ik over genezing van ons lichaam. Dat er zoveel mensen ziek waren. Toen ik gistermiddag bij die voorganger was en met die voorganger een poos heb doorgebracht, die zo ziek is, toen besefte ik, ik moet over praten. Over de genezing door Christus onze heiland. Want hij is bijzonder, hij is machtig. Hij kan het doen, hij geeft boven bidden en boven beseffen. En soms lijkt de situatie uitzichtloos. Maar dan praat de Bijbel over de blijdschap door de Heilige Geest. En het is wat, dat kinderen Gods zich niet laten, hoeven te laten leiden door de omstandigheden, door de droeve dingen die gebeuren. Want er gebeuren heel veel droeve dingen om ons heen. We zien de angst en vrees wat er is. De angst voor aanvallen van de IS in Europa. En wie de FBI heeft gezegd, als IS verslagen is en IS wordt binnenkort verslagen, dan gaan ze allemaal zich mengen in Europa en in Amerika om aanslagen te plegen. Maar ze hebben geen staat meer. En dan zie je mensen in angst en vrees leven. Je ziet ontwikkelingen nu op Schiphol. Waar mensen worden gestopt. Toen we aankwamen zagen we de politie langs de weg. We zagen op Schiphol heel veel politiemensen in de hal. Zag je daar rondlopen. En dan denk je, is de tijd waarin we leven. De tijd van angst. Een tijd van vrees.
angst voor aanvallen van de IS enzovoort. En toch zegt de Heer, onder zulke moeilijke omstandigheden, dan moeten wij geloven dat God bestaat. We hebben die tekst gelezen, Psalm 21, dat de Heer met ons is, hij is onze schaduw, onze rechterhand. Daar hoeft angst en vrees ons niet te beheersen. Oké? En men waarschuwt ons om te zijn waar heel veel mensen zijn. Nou, toen we in Times Square waren, waar er zoveel mensen waren, je kon bijna niet lopen. Er was geen moment angst in ons. Maar weet je, de Heer is onze schaduw aan onze rechterhand. Hij is met je, elke dag van je leven. En kinderen gods moeten weigeren zich te laten leiden door vrees en door angst. Anders ga je niet meer kunnen leven. Maar zie, de blijdschap des Heren is onze kracht. En we staan niet bij stil welke invloed, welke impact er is onder blijdschap te vinden. Je ziet, de Heren wil genezen vandaag. Heel veel zaken. Ik heb een paar dingen opgezond waarover ik niet praten zal verlopen, alhoewel ik in mijn hart heb om in de toekomst over zulke dingen veel te praten. Want het beheerst de ziel en de geest van de mens heel nadrukkelijk. En de geest van God leidt mij ertoe om vooral daarover te spreken. Maar de Heer wil genezen. Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde. We moeten zien op hem, genezen van teleurstellingen, van depressiviteit, van ergernis, van incest, van verwerping, van zelfmedelijden, van mishandeling in het huwelijk, van bedrogen door de partner, verkrachtingen, ongewenst kind, vaderloos opgevoed, minderwaardigheidscomplex, uitgelachen worden door anderen. De Heer wil genezen van alles. En de blijdschap des Heren is onze kracht. Amen. Dank u, Jezus. Mensen worden niet veranderd door woorden van mensen. Daarom vind ik het jammer dat mensen soms van de preekstoel een karikatuur maken. Om gezien te worden. Om te tonen hoe geweldig ze zijn. En noem maar op. Dat vind ik heel erg. Maar mensen worden niet veranderd door woorden van mensen. En wat is mee zij? Maar door de kracht van de Heilige Geest. De Geest van God over ons. Hoeveel mensen lopen rond met allerlei pijnen. Met een leeg gevoel van binnen. Met wanhoop en angst voor de toekomst. Mensen zijn vreselijk teleurgesteld. In hun vrienden. In hun partner, in hun maatschappij enzovoort. Het is ongelooflijk hoeveel mensen rondlopen. Die met teleurstellingen rondlopen. En dat is genezing voor onze geest, voor onze ziel. Om hersteld te worden. Door de genade van de Heer over ons leven. En de blijdschap des Heren is onze kracht. En zo kunnen we doorgaan. Maar één ding wil ik zeggen, er is hoop. Er is hoop. Er komen veel mensen die hoop zoeken bij de Heiland. Maar de Heere geeft hoop. Er zijn mensen die anderen als schuldigen aanwijzen. Maar de mensen zoeken niet makkelijk de fout bij zichzelf. Men zoekt liever de fout bij een ander. En sommigen wijzen de kerk als een schuldige. Hebben de kerk vaarwel gezegd. En het aantal mensen die dat doet, neemt toe. Ik zag onlangs, heel kort geleden, dat de Turkse moskeeën er toenemen in Nederland. Er zijn honderden moskeeën van Turken afgelopen tijd bijgebouwd in Nederland. Honderden miljoenen. Honderden. En ze hebben miljoenen uitgegeven over nieuwbouw.
Maar ze kopen panden op. Zonder hypotheek worden ze opgekocht. En zegt de schrijver van dat artikel, hij zegt, maar de kerken, die lopen leeg. De mensen hebben geen zin meer naar de kerk te gaan. Oké. Om samen de Heer te zoeken en aan te roepen. Maar ik denk dat het komt omdat de mensen niet beseffen de krachtige werking van de Geest van God en de blijdschap van de Heer. Want dat is onze kracht. Als er blijdschap is. Er zijn heel veel kerken, willen de kerken zien als een soort rouwkamer. Je mag niet lachen, je mag niet blij zijn, je mag niet vrolijk zijn, je moet stil zijn. Maar rempel dat de mensen denken, ja, als ik dat wil hebben, ga ik naar de begrafenis. Maar de kerk van God, de gemeente van Christus, is een plaats van blijdschap. En zie die blijdschap, dat is bijzonder. En twee dingen trekken onze aandacht. En ook twee teksten die aan elkaar verweven zijn. Jesaja 61 en Lucas 4. Waar de Heer zei, hij geeft ons een lofgewaad. In plaats van een kwijnende geest, geeft hij ons een lofgewaad. Een kwijnende geest heeft te maken met een geest van zwaarmoedigheid. Somber. Bedrukt van gemoed, droefgeestig. Het heeft te maken met lusteloosheid. Enzovoort. En heel veel ziekte ontstaat door een kwijnende geest. Lichamelijke klachten kunnen ontstaan door somberheid. En door teleurstellingen. Komen mensen in problemen. Dat mensen niet weten met elkaar om te gaan. Dat mensen niet weten elkaar liefde te geven. Mensen niet weten met elkaar te praten. Waardoor ze een somberheid krijgen en teleurgesteld zijn. Maar zie, de Heer wil ons geven een kleed van lofprijzing. Die te maken met een kleed van gerechtigheid. Reinheid. Allemaal benoemd in een kleed van lofprijzing. Want zonder gerechtigheid en reinheid kunnen wij de Heer niet loven en prijzen om wie Hij is. Een lofgewaad geeft Hij ons. En sommigen vinden het prima een kwijnende geest te hebben. Om teleurgesteld te leven. Om zwaarmoedig te zijn. Om een negatieve inborst te hebben. Foute inborst. Negatief. Wat in je is, komt naar buiten. Maar Hij geeft ons een lofgewaad. Om Hem te kunnen loven en eren en prijzen. Niet alleen met onze kleding. Dat is prachtig om de Heer met je kleding te loven en te prijzen. Je bent zo gekleed alsof je staat voor de koning der koningen. Want je erkent Hem als Heer. Je bent geen entertainer, je bent iemand die de Heer erkent. Dat is een lofgewaad. Je ziet dames hier soms dansen met een lofgewaad. Je hebt iedereen volgende week met zo'n lofgewaad in de kerk moet komen. Dat bedoel ik niet. Maar ook met je leven kan je God eren. Met je leven. Hoe ben ik in mijn leven? Hoe ben ik? Leef ik een rein leven? Ben ik oprecht met de dingen van de Heer? Ben ik echt? Ben ik echt? Zoals ik in de kerk ben, ben ik ook in mijn kamer zo? Dat is met je leven, God eren en prijzen. Dat de mensen God zien in ons. De mensen willen Jezus in ons zien. En de Heer, we hebben de mensen ons moeten, dat Hem moeten zien in ons. Prijs de naam van Jezus. Dat is de beste getuigenis in je leven. Je hoeft niet te praten. Veel te praten. Hoeft niet.
Ik heb ooit eens verteld toen ik begon met werken in Nederland. Kwam ik in Arnhem terecht. Op een hypotheekbank. En de baas, de directeur, riep me naar de kamer. Hij zei, ik heb al gehoord wie je bent. Nog nooit met die man gepraat. Ik was pas daar op het werk. Ik weet wie je bent. Maar luister, je gaat hier op mijn kantoor niet praten over Jezus. Ik luisterde. En ik wilde trouwen. Dus ik had geld nodig. Dus wat ga je doen? Je gaat werken en praten over Jezus. Want ik moest sparen. Om met Evelien te kunnen trouwen. Amen. Want trouwen kom je alleen maar door I love you. Er is ook geld nodig. Er is ook pom nodig, of niet? En noem maar op. Dus ik besloot om niets over de Heer te zeggen. Maar ik leefde Christus. En bijna iedereen kwam naar mij toe en vroeg me, waarom ben je zo? Waarom straal je? Waarom dit? Waarom dat? Waarom ben je zo naar anders? Ik denk, gaat in Suriname zeggen. Misschien is het fout wat ik zeg. Basuku, Bafini, Bachari. Je vraagt het, je krijgt het. En dan kan ik vertellen dat ik Jezus heb. Ik heb niet getuigd, ze hebben me gevraagd. En ik ben beleefd. Oké, ik was op een groot kantoor van bijna 100 mensen. Was ik de enige donkere die daar was. Dus ze vonden mij toch anders. Ja. Ik was een getuigenis voor de Heer. Een getuigenis. Met mijn leven. Met mijn leven. Ik prees hem. Ik aanbid hem met mijn leven. Er gaat een krachtige getuigenis uit van ons leven. Dat we God dienen. Dat we werkelijk zijn zoals Jezus wil. Wandelen zoals Jezus wil. Dat is geweldig. Had de kracht vanuit. En velen kwamen tot geloof. Ook toen ik in Paramaribo was, kwamen velen tot geloof waar ik was. Alleen maar door mijn leven. En ze zagen me en dan hoorden ze fluisteren. Kijk, daar loopt iemand van God. Daar loopt iemand van God. Ik had niets gezegd over God. Niets gezegd. En ik was pas daar. Ik werkte daar. En er kwam kerstfeest. Kwam er, en ze vroegen me, Stan, je bent echt een man van God. Wil je met kerst iets zeggen? Tot ons. Ik dacht, dank u Jezus. Ik had nog nooit eerder gepredigd. Nog nooit. En daar moest ik op het werk. Voor 200 mensen. Alle directeuren waren erbij. Van de Surinaamse bank. Allemaal waren erbij. Moest ik met kerst het woord brengen. Ik heb nog een foto, want ik had een kleine Bijbel. Ik had geen geld voor een grotere Bijbel. Hier in mijn hand. Enzovoort. Ik had nog een kostuum. Ik zag er niet echt uit, maar die had ik. En moest ik prediken, met kerst prediken. En het was schitterend. En die woorden kwamen. En de Heer sprak. En al met open mond zaten ze daar. 200 mensen. Hoe kwam het? Het kwam door mijn getuigenis, mijn leven. Dat zij mij vroegen. Er gaat een getuigenis uit van je leven. Dat is geweldig. Een lofgewaad geeft de Heer je. Als hij van binnen is, kan niemand iets meer het besmeuren. Heb je een lofgewaad van buiten, kunnen mensen het besmeuren. Maar heb je een lofgewaad van binnen, niemand kan het besmeuren. Er gaat kracht van uit. Dank u Jezus. Het is lofprijzing. Is een krachtige wapen. Tegen een kwijnende geest. Tegen een leven van problemen. Dank u Jezus. En ook al komt u met grote zorgen en strijd in de kerk. Doe mee met de lofprijzing.
Als er gezongen wordt, doe mee met de lofprijzing. Prijs de Heer. Er is kracht daarin. Hoor wat in Spreuken staat? Een vrolijk hart bevordert de genezing. Is dat niet geweldig, gelovigen? Het zegt niet een vrolijk gezicht. Want een vrolijk gezicht kan MM zijn. Wat is MM? Mickey kan gemaakt zijn. Niet een vrolijk gezicht. Dat is wel leuk, een vrolijk gezicht. Want tegen een chagrijn te moeten aankijken is een ramp, of niet? Niemand kijkt aan tegen een chagrijnig gezicht. Dat vind ik niet leuk. Oké? Als je getrouwd bent, of je hebt een vriend, die is steeds chagrijnig, nou is een ramp. Maar een vrolijk hart, dat bevordert de genezing. Van binnen ben je vrolijk. Je maakt het met de blijdschap van de Heer. Maar een verslagen geest staat tegenover een vrolijk hart. Een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Doet de gemeente verstommen. Een verslagen geest. Daarom moeten wij ons hart openstellen. Voor de Heilige Geest. Gij zult kracht ontvangen. Als hij over u komt. Voor de Heilige Geest. Dat hij in ons werkt. De blijdschap geeft. Want eigenlijk. De werking van de Heilige Geest. In het hart van de gelovigen. Is praktisch gelijk aan blijdschap. Van binnen. Een vrolijk hart. U kunt een probleem wat u heeft gemakkelijker maken als de zon schijnt. Laat de zon schijnen, wat het was afgelopen week. Dan zie je mensen vrolijk zijn. Iedereen is blij. Iedereen stapt in de auto, gaat naar Zandvoort of Scheveningen. Iedereen is blij. En mensen doen rare dingen, rare dingen. Mensen zijn heel anders als de zon schijnt. Ze vergeten alle problemen, vergeten ze. Zijn probleem wordt gemakkelijker als de zon schijnt. Als het schijnt in uw leven. Als de blijdschap er is door de Heilige Geest. Daar moeten wij allemaal het werk van maken te onderzoeken. Hoe die blijdschap kan werken. En die blijdschap kan werken dat de Heilige Geest over ons komt. Dat Gods kracht over ons komt. Wij denken vaak aan de kracht van de Heilige Geest. Ja, ik heb kracht om te bidden. Ik moet juist strak zijn. En noem maar op. En ik mag geen grappen maken. Enzovoort. En toestanden nog meer. En ik moet mensen handen opleggen. Ja. Maar zo'n geest die blijdschap brengt. In de harten van de mensen. Want God wil hebben dat je blij bent. Dat is een vader die kinderen heeft. We hebben die kinderen blij zijn. Dat die kinderen gelukkig zijn. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. Dat kinderen dat hebben. Zo ook wij. Onze vader. Vindt het geweldig. Als wij die blijdschap hebben. In ons. In Spreuken 29 vers 6 staat. De rechtvaardige zal jubelen. En vrolijk zijn. De rechtvaardige. Zal jubelen en vrolijk zijn. Dank u, Jezus. Maar God roept ons op om een lofgewaad aan te trekken. Dank u, Jezus. We moeten altijd gekleed zijn in de lofgewaad. De blijdschap des Heer is onze kracht. We moeten jubelen, we moeten juichen. En vooral van binnen, van binnen. Van buiten kan je vrolijk doen als iemand in je buurt komt. Dag, zuster. Maar binnen zeg je rot op, zuster. Moet van binnen zijn of niet? Van binnen. Dank u, Jezus. Dat is geweldig. En van binnen is hij naar buiten ook uitstralen. Als het binnen niet is,
dan ga je moeten maken, moeten doen alsof. Oké? Okay? Aha. Maar het is belangrijk voor ons om een lofgewaad aan te trekken. Lofprijzing, lofgewaad, ga ik afronden, is een levensstijl. Ja, die we moeten aandoen. Lofprijzing moet je aandoen. Is een levensstijl. Ons hele gedrag ademt dat. Verhoog de Heere. Verhoog de Heere. Ja. Laat Jezus een bijzondere plek in ons leven hebben. En ik heb het niet over vroom gedoe. Er lopen genoeg mensen rond met een vroom gedoe. Nee, ik heb over de blijdschap van binnen. De vrede Gods. Soms zie ik mensen die zijn zo onrustig. Willen dit doen, willen dat doen, willen zo doen, willen zus doen. Waarom? Ze zijn onrustig. Maar de Heer zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Hij geeft ons een lofgewaad. Dat betekent rust van binnen. Dank u, Jezus. We moeten een keuze maken. Of wij zo'n lofgewaad willen aantrekken. Dank u, Jezus. Prijs God. Een kleed van lofprijzing. Geen kleed van kritiek. Geen kleed van jaloezie. Dat is een ramp, zeg. Dat vind ik een van de ergste dingen die er zijn. Jaloezie is een van de ergste dingen. Dat je een broeder of je zuster iets niet gunt. Is heel erg. Is een van de grootste zonden die plaatsvinden. De Geest van God sprak tot mij. Toen ik Spreuken 27 las. In de NLT-versie. Hoe zwaar het weegt in Gods koninkrijk. Jaloezie. Je moet elke broeder of zuster alles gunnen. Al ben je nog niet zo ver, gun het de ander. Dan kom je ooit eens zo ver met Gods genade. Amen. Maar door jaloers zijn, je verteert jouw ziel. Je maakt je ziel kapot. Je houdt de Heilige Geest tegen. Je belemmert God in jou te werken. Doe aan een lofgewaad. En geen geest van kritiek. Of een geest, een kleed van jaloezie. Of een kleed van kwaad spreken. Dat zal je spoedig doen vereenzamen. Enzovoort. Maar een lofgewaad. Dat spreekt van belijden van het woord van God. U spreekt woorden. Die misschien tegen uw emoties zijn. Omdat u geloof hebt in het woord van God. U spreekt de woorden Gods. Al zijn sommige dingen tegen in uw leven. U gaat toch Gods woord belijden. Dat is lofprijzing. Dat is God groot maken. Je gaat je niet bij neerleggen bij de dingen die je zo neerdrukken. Of wat iets meer zei. Je gaat een lofkleed aantrekken. Die blijdschap. Een lofgewaad erkent de grootheid van de Vader. En een lofgewaad, dat is zo mooi, erkent de autoriteit van de gelovigen. Dank u, Jezus. Aan u de keuze. Een lofgewaad. Of een kwijnende geest. Een geest van teleurstelling. Of een geest van blijdschap. Lieve gelovigen, wat kiezen wij? Laten wij kiezen voor blijdschap van binnen. En het begint bij de ware bekering. U moet niet denken dat iedereen die in de kerk is, bekeerd is. U moet niet denken dat iedereen die in de bediening staat, bekeerd is. U moet niet denken dat iedereen die een leider is in de Maranatha-kerk, bekeerd is. Misschien bekeerd tot de Maranatha-kerk. Maar geen bekering tot Jezus. Wie bekeerd is in Christus, wordt een nieuwe schepping. Het oude gaat voorbij, het nieuwe komt.
Die geest van kritiek en van jaloezie gaat weg. Er komt een lofgewaad in je binnenste. Bekering is erg belangrijk. Zeg dank u, Jezus. Halleluja. Prijs uw naam, Heer. Prijs uw naam. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Prijs uw naam. En ik moet zeggen, de plaats waar wij de meeste onbekeerde mensen tegenkomen, is in de bediening. Het zijn mensen die de kerk dienen. Mensen die een organisatie dienen. Mensen die een gebouw dienen. Mensen die hun positie dienen. Mensen die hun naam dienen. Maar niet Jezus. Niet Jezus. Eerste is bekering. En dan je openstellen. Ik heb over ontvangen van blijdschap. Openstellen. Voor de Heilige Geest. Blijf wachten, zegt de Bijbel, op de belofte van de Vader. Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. En op Pinksterdag werd de Geest uitgestort. En sprak in tongen. In andere tongen spraken zij. De Heilige Geest. En wat ook bijspeelt, als je die bekering hebt, je wordt gedoopt in water. Je oude dingen laat je los in water. Dat is geweldig. Je laat begraven met Christus. Romeinen 6. Dat is een waterdoop. Dopen in water. Dopen in de Heilige Geest. En het hart dat bekeerd is. Petrus, als je eens tot bekering komt, hoed mijn schaap. Als je eens tot bekering komt, Petrus, hoed mijn schaap. Petrus, je zegt je bent bekeerd. Ik noem dat de tweede bekering. Wat veel mensen nodig hebben. Opnieuw die zalving. Opnieuw die een nieuwe leven. Opnieuw die vurigheid. Opnieuw die bekering. Petrus, als je tot bekering komt... Maar Heer, ik ben al lang bekeerd. Je bent 3 jaren lang onderwezen. Wat bedoelt u eigenlijk, Heer? Jij bedoelt wat ik zeg. Bekering. Aha. Het zijn belangrijke zaken. Dat de blijdschap des Heeren in onze harten is. Doe je tranen heen als u verdriet hebt... Door een sterfgeval of iets anders kan je blijdschap hebben. Door je tranen heen. Want natuurlijk als je een sterfgeval hebt, is heel erg, heel erg. Oké, de tranen. Toen ik bij de persoon was die echt zo erg ziek was, ik zag een van de kinderen wat wegvegen. Maar door de tranen heen, zeg het woord... De blijdschap. Door de Heilige Geest. Niet afhankelijk van de omstandigheden. Dus eerst een bekeer je. Laat je dopen in water. En ontvang de Heilige Geest in je leven. En de blijdschap des Heren zal je deel zijn. Amen. Geef een applaus aan de Heer. Amen. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Prijs uw naam. Prijs u. Dank u, Jezus.